Alright, we zijn hier op de Haagse Hogeschool. En achter ons vindt het Amnesty Writers Block Festival plaats. En wat hebben we hier gedaan? En wat doen we hier? Ja, wij doen hier, we hebben hier brieven geschreven naar regeringsleiders overal ter wereld. Voor mensen die nu in de gevangenis zitten. Terwijl ze daar eigenlijk niet horen te zitten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, meestal mensen die voor hun mensenrechten opkomen. En dat, nou, dat moet natuurlijk gewoon kunnen. Maar wij hebben bijvoorbeeld allebei een brief geschreven voor Hanan Badr el-Dis, was haar naam, moeilijke naam. En zij zit vast in Egypte omdat ze daar onderzoek deed naar mensen die zomaar de gevangenis ingegooid werden en verdwenen. Onder andere haar eigen broer. En toen de regering daar lucht van kreeg, toen hebben ze haar opgesloten. En ze zit nog steeds vast. Dus wij hebben haar allebei een brief geschreven en de president van Egypte. Ja. Waarin we hem hebben op het hart hebben gedrukt om haar vrij te laten. En nou, we hopen dat het helpt. We hebben wel voorbeelden uit het verleden bij mensen dat het geholpen heeft, volgens mij. Door Amnesty International? Ja. Ja. Want dat is natuurlijk wat Amnesty International verder ook doet. Opkomen voor mensenrechten overal ter wereld. Ook hier in Nederland. Ook zelfs in Den Haag. Er is gewoon Amnesty International Den Haag. Ja. En wij zijn dus benieuwd, wat betekenen mensenrechten nou voor jullie? Dus wij gaan hier even wat mensen vragen. Wat betekenen mensenrechten voor jou? Ja, mensenrechten zijn erg hele tastbare dingen. Dus dat je 's avonds naar huis kan gaan en niet bang kan zijn dat je voor jouw mening in elkaar wordt geslagen. Dat je 's avonds het thuis hebt en te eten hebt. Hele praktische dingen die we gewoon echt moeten regelen. Dat iemand zelf invulling kan geven aan zijn of haar leven, zonder dat daarbij belemmering te ervaren van andere mensen. Van de overheid of van anderen? Of... Ja. Mensenrechten voor mij betekent dat je veilig op een rustige manier kan protesteren en je mening kan uiten zonder dat je vervolgens in gevangenschap wordt gegooid, gemarteld wordt of achtervolgd wordt door de regering. En voor jou? Mensenrechten voor mij betekent dat je vrij bent om te doen, om te zeggen wat je wil, om te doen wat je wil doen. Precies eigenlijk. Ja. En daarom sta je hier. Daarom sta je. Ja. Dankjewel. Dit was Writers Block voor ons. Ik vond het echt heel leuk. Ja, het was echt goed om te doen ook. En ook wel echt, zet je wel echt even aan het denken. Ja. En, hoe je, wat je dan in godsnaam gaat schrijven aan iemand die zo ver weg in de gevangenis zit. Dat is wel, heel tof om dat te mogen doen. Maar wat betekenen mensenrechten eigenlijk voor jou? Moeilijke vraag. Yeah. Voor mij betekenen mensenrechten dat je eigenlijk wat iedereen net ook al zei. Dat je niet zomaar wordt opgesloten omdat je bijvoorbeeld lid bent van een politieke partij. En dat je gewoon je ding kan doen in Nederland. Dat is gewoon echt een luxe eigenlijk. Realiseer ik me ook maar vandaag weer. Yeah. Ja. Ja, ik heb wel een beetje hetzelfde. Ja, gewoon lid kunnen zijn van elke politieke partij die je maar wil. En dat het gewoon hier kan. Ja, en zijn... En kunnen stemmen en kunnen zijn wie je wilt zijn. Naar de gay pride gaan, weet je, dat soort dingen. Ja. En er sta je eigenlijk nooit echt bij stil tot je weer vandaag zoiets gaat doen. Ja. Dus was tof. Yes. Nou, tot de volgende. Tot volgende week. Alright.